Australia Day is when you get together with your family and just relax and have nice food that your mum made. it's just to be with your family and celebrate being an Australian. 300.000 mensen verzamelden vandaag in Perth om de nationale feestdag te vieren. Vooral Australiërs, maar ook veel nieuwe inwoners. We're very happy to be here. What do you like about Australia? The weather. Everything about Australia is very nice, you know, we've got lovely weather and everything else, yes. I'm really, really thankful to live in Australia because I think that we've been blessed to be like such an amazing country, and so Australia Day is that really time to be thankful and to spend time with friends and stuff. We've had a lot of devastation with floods lately and that, but it's still a great country, mate. Yeah, can't complain. 13.000 migranten hebben vandaag de Australische nationaliteit gekregen. Perth, met zijn warm klimaat en groeiende economie, is voor een deel van hen een nieuwe thuis. My wife and I decided after a few visits to Australia that this was a place for us. So we decided to emigrate here. Do you miss Scotland? You miss the people. You don't miss the weather, that's for sure. Dit beteken dus een nieuwe lewe wat begin is, nie net vir Australiërs nie, maar ook vir ander mense in die wêreld wat 'n nuwe kans kry om 'n nuwe lewe te begin. Wat is er nu typisch Australisch? Typisch Australisch? Ik zou zeggen een lekker barbecue. De overstromingen in Victoria en Queensland hebben Australië een klap toegebracht. Maar Australië is solidair en heeft onmiddellijk een nieuwe belasting ingevoerd om de slachtoffers te helpen. Vandaag is iedereen extra verbonden. Not every host got a flag. But still have the spirit, you know. Everybody got spirit. It's fun, a lot of fun. Yeah, I love Skyworks.